Anne. Anne. En Estia. Ja, dat komt. Ja, warm applaus. Anne en Estia. Jullie zijn volgens mij allebei 13. Ja. En jullie gemeenschappelijke delen, mag ik zeggen. Maar jullie spelen allebei saxofoon, maar jullie spelen ook allebei nog iets anders. Korfballen. Ja, dat is even iets heel anders. En een van jullie vindt het ook leuk om iets met vriendinnen te doen. Wie was het ook weer? Dat was jij. Oké, wat is dat iets? Dat mag ik jou dan vragen, hè? Gewoon gezellig iets. Oké, goed. Hey, jullie zijn enthousiast geworden voor de saxofoon. En nou, daar zijn we heel blij mee. Volgens mij moet ik gewoon niet te veel meer zeggen. Gewoon dat die mensen hartstikke nieuwsgierig naar jullie. Ziet vanavond, dames en heren, is dat deze solisten vanavond, die zijn dus in één keer, ze hebben niet door voorronden en zo, en dan in moeilijke jurytoestanden en draaien in de stoelen, maar gewoon gelijk in de liveshow. En dat is, ik vind dat heel erg stoer. En ik heb er ongelooflijk veel waardering voor, dus ik wil ook een heel groot applaus voor de eerste twee solisten.